Hallo mensen, welkom bij deze nieuwe video van Droomcraft. En welkom bij deze nieuwe video van Droomcraft. We zijn er weer en ik heb er weer zin in, ja. En weet je waarom ik op deze dag doe? Is omdat mijn webcam heb ik nog steeds. Nope. En dan dacht ik van, zullen wij gewoon Droomcraft opnemen, omdat we donderdag geen Droomcraft hebben opgenomen, omdat ik had nog geen headset, dus ik kon ook niet praten erdoorheen, dus vandaag deel bij Droomcraft. En ik wilde bij een Droomcraft creatief zeggen, maar ik moet eigenlijk in een andere toon. In ieder geval, we gaan, ja, het is weer Droomcraft tijd. Hey. En ik ben nu een beetje aan het kijken wat er allemaal aan de hand is. En nou, niet aan de hand is, maar wat er allemaal is in de server en dat soort dingen. Ik ben een beetje een crew. En ja, ik weet waar ik vlieg nu over de small world overheen, want deze attractie gaat in ergens in mei, geloof ik. Zou het mooi zijn dat het op Koningsdag is. Maar ik denk dat die ergens in op een dag waar komt Small World, ergens in mei dacht ik, dat hij open gaat. Want ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Want dit attractie staat al heel lang in de onderhoud. En het is nu al genoeg geweest zo lang te zijn. Dus ja. ik mag niet commentaar geven. Nou, hier kan je niet overheen. Alles laat niet verder. Wacht. Even 3 na. Zo. Even kijken hoor, want ik zie ook Isabel in de server en ik doe even. Kan. Oh, wacht even. Ja mensen, we zijn er weer. En welkom bij dit nieuwe video. Ja, we zijn er weer. En we zijn hier staan voor Isabel XX, hallo. En ja, het was heel lang geleden dat wij hebben gepraat. Maar ik ga nu met hem praten, want ja, ik ben aan het opnemen en zo straks misschien. Isabel. Straks misschien. Ja, sorry. Maar ik ga weer verder. Ja, deze attractie is er ook al heel lang, staat deze hier al. En ja, ik heb even naar Isabel geteleporteerd. En hoi. Misschien dan. Wat is dit voor portaal? Ik weet niet. Maar het is in ieder geval nog niet. Je kan er ook net niet doorheen, hè? Je kan er ook net niet doorheen. Mensen zijn zo sneaky en die gaan er zo doorheen. Zo plop en dan zijn. Kopen. En met de Pasen waren er echt heel veel van die eitjes. Ik heb hier eigenlijk nog niet gezocht eigenlijk in dit plekje. Het evenement is al voorbij, dus ik kan het niet laten zien. Maar geloof ik was er ook een paas eitje ergens bij Small World. Want als ik even naar Small World ga. Oh, daar is die. Dan kom ik op deze plek terecht. Is het Small World. Er stond hier een eitje. Dus ik ga even slash back doen als het kan. Hopelijk, nee, dacht ik al. De slash waren kabouter red. En dan moet volgens mij hij staan, zij staan, ja. Hij, geloof ik, is het. Wat staat hier? Het kabouter chimie. Oké, de kabouter chimie. Hoi.
Oh, is het serieus een paddenstoel? Is het nieuw? Volgens mij wel, als ik zo kijk. En ja, bij de status eigenlijk is er echt nog niks aangebouwd. Echt nog niks aangebouwd. Ik denk dat het binnenkort gaat gebeuren. Ik denk ergens in juni, juli, mei. En als we weer aan de bouw gaan beginnen, dan gaan we wel een keer checken. Hier was vorig jaar Halloween, het engste Halloween spookhuis van heel Droomcraft. En kijk, hier zie je ook onder de rails. Je ziet ook alles, hè. Je ziet ook serieus alles. Hier. Serieus, staat er nou een karretje? Wat, ik ga even... En dan ging het spel. Wat is dat hier? Een kassière. Ja, ik wil alles een beetje ontdekken in Droomcraft. Dat is eigenlijk een beetje een doel van Droomcraft. Dat je eigenlijk een beetje alles moet ontdekken. Geloof ik. Maar ja, het is gewoon een mooi park. Het blijft de meest bezochte park van heel Nederland eigenlijk, van Minecraft. Hey, jowelle. En ja, dit was de video. Ik hoop dat je het leuke video vond. Laat een duim achter, abonneer de kanaal. En tot de volgende keer bij deze nieuwe video van Droomcraft. En waarom op deze dag kwam, is omdat ik geen webcam meer heb. En ik heb besloten dat ik Droomcraft heb opgenomen omdat donderdag heb ik het niet opgenomen en toen had ik ook geen tijd om dit op te nemen. Dus vandaag doen we het lekker wel. En vanavond misschien Minecraft Survival. Ik weet niet zeker, maar ik denk dat de Minecraft Survival komt vanavond. Tot de volgende keer. Doei!